Goedenavond, Abbo's, fijne mensen. En Popo's en inlichtingendiensten en andere criminele organisaties. Ook welkom. Even een korte vlog in verband met de manipulatie van YouTube. Ik zag gisteren bij mijn vlogs, mijn laatste vlog, 308 weergaven. En die wat daarvoor kwam was 304 weergaven. En die daarvoor weer 306 weergaven, et cetera, et cetera, et cetera. Nou blijkt nou, ik kijk net, en de eerste laatste vlog staat op 163 weergaven. Dus er is de helft van afgehaald. De daarop volgende vlog zijn er 20 van afgehaald. Nee, meer. 50 van afgehaald. De daarop volgende vlog zijn er 30 van afgehaald. Et cetera, et cetera. Ik wist het natuurlijk al vanaf het begin af aan, 3 jaar geleden. Want toen kwamen hier door een enorme regenbui, kwamen de putdeksels 30 centimeter omhoog op straat. En ik reed dan met een maat doorheen met de auto, een vlog gemaakt natuurlijk. En het smiddags 150 weergaven. Dus ik app mijn maat. Ik zeg, hé maat, we hebben 150 weergaven. Verder niet meer opgelet. Ik kijk de dag daarna, waren het er maar nog 70. Dus ik app dat mijn maat. En toen zijn we dat in de gaten gaan houden, weet je, met een aantal vloggen. Mensen gevraagd van, kijk die en die vlog. En er kwam wel een aantal bij, maar totaal aantal, er gingen er 300 weer vanaf. Hetzelfde was het met abonnees, dat ze met abonnees manipuleerden. Want die mensen die nou abonnees zijn, die ken ik wel voor een groot deel. Maar ook daar manipuleren ze mee, want als je in Nederland... Ik geloof 100.000 weergaven per vlog hebben. Krijg ik zoiets van 1000 euro, geloof ik. Maar daar ging het mij helemaal niet om, weet je, om geld ermee te verdienen. Al was het wel de enige manier om legaal geld te verdienen. Maar omdat ik weet dat ze zo manipuleren, ja, daar maak ik een schijnvakans. Want ik zie hier ook bij mijn maat op de laptop totaal aantal weergaven van 11.304. En dan check ik bij mijn eigen weergave weer. En dat is ook weer raar. Daar staat 22.306. En dat was 2 dagen geleden. Was dat 22.596. Dus er zijn er ook weer 300 vanaf gehaald door YouTube. Dus mensen, zo word je dus gemanipuleerd door YouTube. Alleen omdat ze bang zijn dat het ze geld gaat kosten. Nou doe ik het daar niet voor, nou doe ik het om andere redenen dat ik dat kanaal heb. Maar het gaat er niet om. Het is gewoon bizar dat ik eergisteren nog met bepaalde vlogs over de 300 had. En nou is het nog maar de helft. Dat is de werkwijze van YouTube, Twitter en Facebook. Dus mensen... Jullie zijn gewaarschuwd, dan weten jullie dat. We worden gemanipuleerd aan alle kanten en belogen. En alles wat de waarheid betreft wordt er vanaf verwijderd. Dus het is gewoon één grote smeerlapperij. De hele YouTube. Hebben ze godverdomme, denk 700 weergaves weer weggehaald. Alles totaal. Die vieze reken. Maar gelukkig hebben we Telegram nodig. Nou, dat wou ik even kwijt. Drukke dag gehad en ja, net een vriend op bezoek gehad, was ook wel leuk. Nou, nog even op mijn vrienden wachten. Maar zo zien jullie hoe YouTube de boel manipuleert. Echt bizar. Maar goed, dat was een korte vlog. Morgen een andere over Jamie, denk ik. Maar morgen maak ik dus weer een vlog. En mensen, keep it cool. Ik heb hier de hele galerij voorgehangen met posters van de Forum voor Democratie. Die had ik gisteren meegenomen. Kijk. Wie van Haga. Acht posters. Nou, we hebben een balkon van 11,5 meter. Met het achterste stuk een uitloop van 3 bij 4 meter. En er hangen nou 8 posters van Forum voor Democratie. De winkels weer open, kappers weer open, et cetera, et cetera. Dus het is wel duidelijk, de boodschap. Nou, mensen, fijne avond nog en tot morgen.